We gaan in gesprek, in dialoog, zoals inmiddels die Utrechtse traditie steeds verder vorm krijgt. En straks ook weer op 1 december, dan hebben we het grote Utrecht Maken Wij Samen Festival. Elk jaar proberen we even de pas op de plaats te maken en stand van zaken op te nemen. Zijn we nou een beetje verder gekomen met dat ruimte creëren voor initiatief? Nou, het gaat nog bepaald niet van een leien dakje. Soms maken we enorme meters en soms zetten we 6 stappen terug. Nou, daar weten jullie vast allemaal wat van. Vandaag krijgen wij les van de master over hoe je dat ook op andere manieren, die democratische vernieuwing, een plek zou kunnen geven. Ik wou jou even uitnodigen, David. Van harte welkom. Jij bent vooral schrijver, auteur, heel beroemd van dat boek over Congo, wat de hele wereld over gaat. En binnenkort ga je weer naar Congo toe, om het daar even te neer. Maar als ik kijk naar wat je allemaal gedaan hebt, dan komt die democratie, populisme, verkiezingen, dat zijn terugkerende thema's. Waar komt die fascinatie vandaan? Ik denk, mijn belangstelling voor dat onderwerp komt voort uit net hetzelfde als wat ik van een groot, jong filosoof heb gehoord. Het was Evert net, die zei uit belangstelling. Ik ben geïnteresseerd in hoe mensen samenlevingen organiseren, in Congo, maar ook in Europa. En het is een interesse als het gaat over democratie die ook wel doorspekt is met bezorgdheid. Ik ben eigenlijk erg bezorgd over de democratie zoals die vandaag gebeurt of aan het afkalven is. En het liefst van al zit ik ergens op mijn gemakje te schrijven, maar het is lastig schrijven als het, zoals ik ooit eens gezegd heb, zoals als het dak van de democratie lekt, is het lastig schrijven. Dan ga je toch even proberen er een tijltje onder te zetten. En misschien probeer je zelfs op het dak te klimmen om te zien waar het lek vandaan komt. Volgens mij heb je het lek eigenlijk wel groter gemaakt, want het heeft enorme discussies opgeleverd, jouw boek. Ja, maar dat is zo. Als een dak lekt het op één plekje en dan moet je het eventjes helemaal openleggen om te zien waar het vandaan komt. Ik heb ooit geleerd van een scheepsreparateur die voortdurend te maken had met lekken. Hij zei van, en weet je wat, water is zo dun. Dat komt overal doorheen. Dus je moet het dak groter maken om het probleem aan te vatten. Ja. Heel goed, heel goed. Hey, jouw boek, wat een van de aanleidingen was om jou hier uit te nodigen, dat heet Tegen Verkiezingen, maar het is eigenlijk één groot pleidooi voor loting. Je zou kunnen zeggen dat de niet bestaande ondertitel van het boek is Tegen Verkiezingen voor Democratie. Of Tegen Verkiezingen als het dat maar is. Een tijd lang waren die ondertitels ook in de running, samen met de uitgeverij. En toen zei mijn redacteur, weet je wat, we doen gewoon tegen verkiezingen. En die rest die leg je er dan wel uit. Ja, en de tekst is heel wat serener dan de nogal provocatieve titel. Maar ik ben er eigenlijk zeer blij mee met die titel. Een aantal mensen waren er boos om. Maar ja, dat zegt eigenlijk veel over het probleem wat ik probeer aan te kaarten. Namelijk dat we verkiezingen volkomen verabsoluteerd hebben. En daarmee een stuk van de democratie aan het ondergraven zijn. Dat klinkt ketters en één keer je dat doorhebt, en hier is het ook. Dit lijkt trouwens op een Congolese bevrijdingskerk, hè, de industriële, post-industriële setting, plastic tuinstoelen. Voor al uw democratische handopleggingen bent u zeer welkom. En dus, men heeft die verkiezingen zodanig gesacraliseerd, zodanig opgeblazen, zodanig doel met middel gaan verwarren, dat een titel als Tegen Verkiezingen zeer problematisch of controversieel klinkt. Maar ik hoor nu van mensen van, ja, dit leek schokkend in het begin, maar als je het eenmaal goed doorhebt, is het een hele vriendelijke, lieve titel. Oké, nou dat is fijn, dat voelt alweer een stukje safer. Hey, zo dadelijk ga je iets meer erover vertellen en ons even meenemen in de hoofd van je gedachtegoed. Nou begreep ik dat je eigenlijk wel een beetje klaar bent met dit onderwerp. Waarom toch nog even Utrecht? Ik heb de afgelopen jaren, dus het boek is een jaar geleden verschenen, hadden ze mij toen verteld dat ik ooit een charismatische bevrijdingsgemeenschap in Utrecht ging mogen toespreken. Ik had het boek wellicht niet gepubliceerd. Nee, het boek is een jaar geleden verschenen, maar het was voor mij ook een kans om wat ik met de G1000 in België had gedaan, het burgerinitiatief in België, dat ik had opgericht op het moment dat wij geen regering hadden, te zeggen van, laat ons als burgers ons moeien met de samenleving. Ik heb dat boek uitgebracht om daar een en ander in samen te brengen, mijn gedachtegoed rond de G1000, maar ook alles wat ik door en na de G1000 had geleerd. En dat is een uit de kluiten gewassen essay geworden. En ik ben overrompeld geraakt met vragen voor lezingen en optredens hieromtrent. Dat heeft mij eigenlijk verrast.
Er was een moment dat ik werkelijk wekelijks 20 à 30 aanvragen kreeg vanuit Nederland, België, ook Frankrijk. Het boek wordt ook veel vertaald nu. Helaas is de eerste keer dat ik het jammer vind dat een boek succes heeft in het buitenland. Want het lijkt erop te wijzen dat het is geen goed teken voor de democratie als dit boek succesvol wordt. Maar het is wel nodig misschien. Ik kreeg zelfs deze week bericht dat het wordt in het Koreaans vertaald. En ik dacht even, dat zal dan wel voor Noord-Korea zijn, want die zijn niet zo van de verkiezingen. Revolutie. Maar het gaat over Zuid-Korea. Het verschijnt ook in het Chinees, daar ben ik wel gelukkig om. Ik ben erg voorstander van een democratischer China. Maar de dag dat China democratie gaat organiseren zoals wij dit doen, dan ben ik weg. Er zal maar, dus geen humor, er zal maar een Chinese Berlusconi verkozen worden. Of een Chinese Adolf. Allee, om maar iets te zeggen. Dit kan gebeuren. De combinatie van een electoraal stelsel uit de 18e eeuw met een mediabestel uit de 21e eeuw is de beste manier om je samenleving, ik wik mijn woorden, te verkloten. Dus ik hou mijn hart vast voor een Chinese kopie van het West-Europese model van democratiebeoefening. En ik ben dus blij ook dat die tekst in het Chinees verschijnt. Een aantal mensen kregen van, is dat niet een beetje een middel van de Chinese overheid om de democratie tegen te houden? De oplage is 3000 exemplaren, er zijn 1,6 miljard Chinezen, dus het valt wel mee. Elitair clubje. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we stoppen met denken dat democratie één bepaalde technische formule is, één bepaalde procedure. Dat is zoals we nu eigenlijk al 20, 30 jaar aan het denken zijn. Democratie is synoniem met verkiezingen. En als we ervoor pleiten om Congo of Afghanistan of Somalië of China te gaan democratiseren, bedoelen we eigenlijk dat ze democratie moeten organiseren op grootmoederswijze, namelijk West-Europese wijze. Well, I beg to differ. Ik vrees dat we een hele schaarse mondiale democratie gaan krijgen als het allemaal kopieconform wordt aan een Europees model dat zelf door en door verrot en vermomd is. Nou, wij denken dat wij in Utrecht al heel ver zijn, maar ik hoop dat je ons nog even wat prikkelende dingen mee kan geven om ook hier die dialoog nog een stukje ver te nemen. Dat is goed. Ik geef even de vloer aan jou. Dankjewel. Ik heb eigenlijk besloten heel mijn toespraak om te gooien. En dan niet zozeer omwille van die plastic tuinstoelen die ik jarenlang heb bezeten in Centraal-Afrika, maar eigenlijk omwille van dit bijzonder unieke spreekgestoelte. Men had mij niet verteld dat dit het spreekgestoelte zou zijn. Ik neem u niet mee naar Congo omwille van dit spreekgestoel. Congo heeft alle rijkdommen van de wereld, maar petroleum is niet de belangrijkste. Maar ik neem u graag mee naar Texas, wat misschien enigszins beter aansluit bij dit spreekgestoelte. Een vijftiental jaar geleden deed de Texaanse onderzoeker James Fishkin een enquête onder de Texaanse bevolking. Een bevolking die toch enige banden had met de petroleumindustrie, met de vraag of ze bereid zouden zijn om ietsje meer te betalen voor duurzame energie. Het percentage Texanen die daarvoor stond te popelen was niet overdreven hoog. Wellicht omwille van de oliebelangen, ook wellicht gewoon omwille van portemonneebelangen. En toen had hij het idee van, ik heb nu een enquête afgenomen onder 1000 Texanen, een representatieve steekproef van Texanen. En die hebben hun mening gegeven. Ze hebben wel hun mening gegeven zonder de thematiek goed te kennen. En hij kwam tot een geweldige zin, ik denk een belangrijke zin in deze context is van, in een enquête vraag je aan mensen wat ze denken als ze niet denken. Het zou interessant zijn om te vragen wat ze denken als ze wel hebben gedacht. En hij zei, laat ik niet alleen eens 1000 Texanen opbellen, 's avonds tussen 5 en 7, om te vragen of ze nu meer willen betalen voor wat dan ook, en zeker voor duurzame energie. Laat ik eens een representatieve steekproef van Texanen samenbrengen, gedurende 1 weekend, om te praten over duurzame energie. En het onderwerp is misschien niet toevallig dat het hier staat, want ik begrijp ook dat er in Utrecht wordt gekeken naar wat een duurzaam energieplan of een transitie naar duurzame energie zou kunnen zijn in deze stad. Nu, die James Fishkin had dus die enquête afgenomen, waar ongeveer 40% van Texanen die bereid waren iets meer betalen, wat mij nog redelijk veel leek. En die bracht ze een weekend lang samen met experten, met politici, om te praten over nieuwe vormen van energie, om te praten over de werkelijk lange termijn uitdagingen waar politici uit Texas het nooit over hadden. Alleen in Texas zijn politici kortzichtig, moet ik erbij vertellen.
Oei, er zitten die mensen met een blauw stickertje, moet ik misschien toch een beetje rekening mee houden. En het interessante was dat hij diezelfde enquête afnam tijdens de beraadslagingen en vervolgens ook nog na afloop. En wat bleek, dat het percentage bereidwilligen om meer te betalen spectaculair gestegen was. Tot 80% tijdens de beraadslagingen. En je zou kunnen denken, ja, dat is een tijdelijk effect. Het was gezellig, de broodjes waren lekker, was een goede dynamiek. Maar ook maanden nadien bleven die mensen overtuigd dat het misschien toch zinnig was om ietsje meer te betalen voor alternatieve energie. Vandaag de dag is Texas de Amerikaanse staat met het hoogste aantal windmolens van de hele VS. En dat is eigenlijk te danken aan die formule. Die formule die inmiddels bekend is geworden. James Fishkin is de grote bedenker geweest van allerlei vormen van wat dan heet deliberatieve democratie, overlegdemocratie. Democratie waarbij burgers niet alleen stemmen, maar ook komen praten, komen mee beraadslagen over maatschappelijke uitdagingen. Dit was dus het verhaal wat ik niet wou vertellen, maar het spreekgestoelte heeft er mij toe genoopt. Ik had 5 stellingen voorbereid. Ik geef ze en ik geef ze heel kort en we gaan er nog over hebben. Ik lees ze even. Ten eerste, deze democratie is suïcidaal. Ten tweede, niet het gezin, maar de isoleercel is de hoeksteen van de samenleving. Ten derde, onwetendheid is geloofwaardigheid. Of, ik twijfel nog een beetje over de titel, een bezoek aan de tandarts stelt men best niet te lang uit. Ten vierde, het lokale niveau is het globale laboratorium. En ten vijfde, het is weer 1850. Ik licht ze even kort toe. Deze democratie is suïcidaal. Sommige mensen in de zaal hebben mijn boek Tegen verkiezingen gelezen, anderen niet. Dus ik zal meer doen dan een parafrase. Ik vertel hoe ik ben verder geëvolueerd sinds publicatie van het boek. Ik ben een soort radicaliserende moslimjonger wat dat betreft. In mijn boek schrijf ik dat onze democratie leidt aan het democratisch vermoeidheidssyndroom. En ik som een heel aantal symptomen op van dat vermoeidheidssyndroom. Mensen gaan niet meer stemmen, ze zijn niet langer lid van een politieke partij, ze shoppen veel meer, stemgedrag is irrationeler geworden, de macht van marketing, media, massamedia is belangrijker geworden, allemaal om die stemmen binnen te halen. Vertrouwen in het parlement, politici en partijen is historisch laag, niet alleen in Nederland, maar overal elders. Een hele reeks aantal symptomen. Besturen wordt moeilijker, het vormen van een regering wordt moeilijker, het doorhakken van knopen wordt moeilijker, enzovoort. Ik noemde dat het democratisch vermoeidheidssyndroom. Wat ik toen nog niet wist, wat ik nu wel wist, is dat het een syndroom is wat suïcidale neigingen kan ontwikkelen. En je ziet het hoe langer hoe meer, dat men op zoek gaat naar alternatieven voor de democratie buiten de democratie. De technocratisering van de democratie is volop bezig. In België durven politieke partijen niet praten over de hervormingen van de pensioenen. En wat doen ze vervolgens? Ze besteden het uit aan een clubje hoogleraren, een technische commissie die het moet oplossen. En dan één keer zij eruit zijn, gaan ze het aanvaarden en zeggen de techneuten hebben het gezegd, dit zijn de experten. Dus je ziet een soort dedouanering van het democratisch proces. Alsof ons geloof in de technocratie nog zo ongehavend zou zijn na de invoering van de euro. Ook iets wat helemaal technocratisch tot stand is gekomen. Dus je ziet een technocratisering van het democratisch proces. Je ziet ook een aristocratisering. Ik moest vrijdag spreken in Rome voor jonge Nederlanders, aan het promoveren op vlak van democratie. Ik was gechoqueerd door te zien hoe democratie vijandig, aristocratie favoritistisch, zij dachten, velen van hen, het was een groep van een 15-tal mensen, 4-5-tal mensen pleiten onomwonden voor nieuwe aristocratie, nieuwe vorm van gezag, zelfs vormen van neo-autoritaire bewind. Wat je ook ziet, ook een van die suïcidale tendensen, ik heb me vaak de vraag gesteld, waar zal die crisis van de democratie ontploffen? Ik dacht, het zal Griekenland zijn of Spanje. Ik denk het Schots referendum, ik heb het van zeer nabij gevolgd, viel mij op dat het Schots referendum, het was niet zozeer een afkeer van Engeland of van het Verenigd Koninkrijk, het was een afkeer van dit soort democratie. Dus ik denk dat vormen van devolutie, separatisme, ook kunnen gezien worden als symptomen van een enorm wantrouwen in de democratie. Tweede stelling, niet het gezin, maar de isoleercel is de hoeksteen van de samenleving. Daarmee bedoel ik heel kort, van, is het niet vreemd dat onze meest civiele daad,
de meest civiele acte, de meest burgerlijke daad die we kunnen stellen, namelijk gaan stemmen, dat we dat voltrekken in het isolement van een stemhokje. In het Frans heet een stemhokje een isoloir, ongeveer hetzelfde woord voor de isoleercel. Dat is toch vrij vreemd. Alsof je in de auto, wanneer je in volle file zit in druk stadsverkeer, je meest civiele gedrag tentoonstelt. Dat is meestal niet het geval. En dus de vraag is, als we geloven dat democratie beleid is van en voor en door het volk, is dan het stemhokje de plek waar burgers het meest worden opgeroepen tot civiel gedrag? Ik denk dat je heel veel irrationeel en emotioneel gedrag ziet. Op dit ogenblik hebben wij vrij beperkte procedures. We hebben verkiezingen, we hebben referenda. Bij verkiezingen mag je een bolletje kleuren naast de naam. Bij referenda gaan we veel verder, je mag een bolletje kleuren naast een ja of een nee. Dat is misschien wat beperkt. En dus ik denk dat er andere manieren zijn om de wil van het volk te leren kennen. En die manier waarop James Fishkin die Texaan heeft samengebracht, een representatieve steekproef van burgers, door loting samengesteld, om te komen praten met kenners, met beleidspersonen, lijkt mij relevanter. Daar gaan we straks nog over hebben. Ten derde, leiderschap evolueert. Onwetendheid is geloofwaardigheid. Een bezoek aan de tandarts stelt men beter niet te ver uit. Er was een tijd, afgelopen twee eeuwen, dat de leider was diegene die verkozen was door al die mensen in dat individuele stemhokje. En dan de verkozen leider werd dan geacht het te weten voor de komende 4, 5 jaar. En als we vonden na 4, 5 jaar dat hij niet had geweten, riepen we hem terug tot de orde door niet voor hem te stemmen. Ja, dat is waar. Dat is lastig als je dan leider bent. Dan moet je het inderdaad ook weten. En misschien was het toen ook nodig op die manier. De landen waren groot, het opleidingsniveau was laag, reistijden waren lang. Dus je moest ergens macht kunnen delegeren. Maar kunnen wij vandaag nog zo makkelijk macht delegeren? Dat lijkt mij een belangrijke vraag. En ik heb veel geleerd van de vorige nationale ombudsman van Nederland, Alex Brinninkmeijer, die mij ooit vertelde, ik vond het een zeer wijs inzicht, de overheid moet durven iets niet te weten. De overheid moet niet denken dat ze op elke maatschappelijke vraag onmiddellijk een antwoord hebben moeten klaarleggen om in pauw te gaan voorleggen in 3, 4 one-liners. Het kan heel nuttig zijn om bijvoorbeeld te verwijzen naar een project wat in Veurne in de provincie West-Vlaanderen is geweest, waarbij een groot industrieel complex, vergelijkbaar met dit pand, een nieuwe bestemming moest krijgen. En op grootmoederswijze krijg je dan zo'n beslissingsproces waarbij men hier nadenkt over een nieuwe bestemming en dan hier heb je de dag waarop de burgemeester het lintje komt doorknippen. En in dat bestemmingsproces bedenkt men een heel aantal stappen, een aantal besluiten. En de burger, die later van dit pand mag gebruiken, mag hier langskomen, ongeveer een paar maanden voor de bulldozers komen. Dan mag hij langskomen om de bouwplannen te bekijken, om de maquette te bekijken. En hij mag ja of nee zeggen, maar het moet wel ja zijn. Dat is een beetje... En dan wordt het In Veurne heeft men het aangedurfd om als overheid het niet te weten. De provincie West-Vlaanderen heeft het lef gehad, heeft de moed gehad om met een leeg blad papier naar de burgerbevolking toe te stappen, met de vraag van, waar zijn jullie zelf mee bezig? Waar is er nood aan? Wat leeft er? Dat is een ongelooflijke leap of faith voor een overheid. Durven aangeven dat je het niet weet. En tegelijkertijd is het wellicht de beste manier om geloofwaardigheid te verhogen. Want de woede van de burger stilt, denk ik, van zodra je hem een luisterend oor aanbiedt. Alex Brinninkmeijer, nogmaals, de man, de ombudsman, die jaar in, jaar uit de meest misnoegde Nederlanders over de vloer kreeg, zei mij, de meeste mensen deugen. Van zodra je hen als volwassenen behandelt, gedragen ze zich als zeer volwassen. Een bezoek aan de tandarts stelt men ook best niet te lang uit. Daarmee bedoel ik dat voor overheden vandaag staan op een soort kruispunt. Een kruispunt waarbij ze een beetje kiespijn voelen. Besturen wordt lastiger. Burgers worden mondiger. Welke richting moet het uitgaan, is niet helemaal duidelijk. En het lijkt alsof zeker politieke partijen geneigd zijn te denken van ja, die kiespijn is een beetje vervelend nu, maar naar de tandarts gaan is nog veel vervelender. Dus laat ons niet te veel van die burgerinspraak mogelijk maken. Laat ons vooral blijven bezig zijn waarmee wat we nu aan het doen zijn. En laat ons ervan uitgaan dat het absces niet komt. Een bezoek aan de tandarts stelt men beter niet te lang uit. Voorlaatste stelling. Het lokale niveau is het globale laboratorium voor democratische innovatie.
daar ben ik van overtuigd, niet alleen omdat ik hier vandaag spreek over een stedelijke uitdaging, maar omdat democratie afgelopen millennia altijd op die manier gegroeid is. Had men in Pericles, aan Pericles in de 5e eeuw voor Christus in Athene verteld dat er ooit over een aantal eeuwen een land zou zijn waar meer dan 1 miljard mensen in een democratie zouden wonen, Pericles zou gestopt zijn met zijn democratische vernieuwing van Athene. Maar het is wel gebeurd. India is vandaag de grootste democratie ter wereld. Meer dan 1 miljard mensen. Het is geen perfecte democratie, al is het maar omdat een perfecte democratie niet bestaat en ook niet mag bestaan. Maar het is wel indrukwekkend. Dus je ziet sowieso een proces van groei waarbij het lokale niveau altijd belangrijk is. En vandaar dat ik ook op een plek als hier dit gremium vandaag kon praten, omdat ik denk dat op het lokale niveau werkelijk de spannendste processen bezig zijn, die heel veel koudwatervrees voor nieuwe vormen van democratie kunnen wegnemen, zowel bij de kant van de burgers als van de bestuurders. En dan tenslotte, het is weer 1850. Daarmee bedoel ik dat het enthousiasme voor overlegdemocratie, deliberatieve democratie, het werken met representatieve steekproeven van burgers die door loting zijn samengesteld, het enthousiasme daarvoor is op dit ogenblik pril. Heel erg pril. En je zou het kunnen vergelijken met het enthousiasme anno 1850 voor vrouwenstemrecht. Toen in de Nederlandse politieke kringen rond 1840, 1848 de discussie ontstond over algemeen stemrecht, werd er ooit geschaterd, ja, en wat zal volgende zijn? Stemrecht voor vrouwen of wat? Op dat ogenblik begon John Stuart Mill te opperen dat het misschien toch niet zo vreemd zou zijn om in de niet al te verre toekomst ook het stemrecht aan dames toe te vertrouwen. En de strijd daarvoor is begonnen met een pril groepje ongeveer zo groot als deze zaal vandaag. Zo. Kom hier binnen.